Staatsoliemaatschappij Suriname zal voor dit productiejaar veel meer olie uit de grond halen dan verwacht. Dit zei directeur Anand Jageser vandaag tijdens een presentatie ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor het offshore gebeuren in Suriname. De directeur merkt op dat de omzet van het bedrijf er heel goed uitziet. We zouden 6 miljoen en 30.000 barrel produceren in 2022. We gaan eindigen op 6 miljoen 140.000 barrel. Dat is ruim 110.000 barrel meer dan we hadden voorgenomen. Raffinaderij, hetzelfde, high-end, daar produceren we diesel en gasoline die we bij GoTo, maar ook bij Sol en soms ook bij Rubus kan kopen. We zouden 3,2 miljoen barrels produceren aan diesel en gasoline. We gaan eindigen op 3,3 miljoen, dus ruim 100.000 barrel meer dan we hadden voorgenomen. En dan elektriciteit en thermische thermisch en hydro. We zouden, ik heb ze niet bij elkaar geteld, maar ook daar hebben we ruim 150.000 megawattuur meer geproduceerd voor het jaar. Jageser zegt verder dat de productie boven verwachting is vanwege het werk dat dag en nacht wordt verzet. Hij stelt dat de hoge olieprijzen in de wereld ook een voordeel hebben gehad om de omzet van het bedrijf. Dus u ziet, we lopen op onze tenen, maar we doen het graag. En houdt u daarin in gedachten. Als ik om 2 uur slaap, werkt een collega van me in een van deze fabrieken. Omdat het een 24/7 operatie is, met dedication. Als er in de raffinaderij of op Saramaca of in de powerplant om 3 uur in de ochtend iets kapot gaat, moet iemand uit zijn bed gaan, rijden er naartoe en starten met de reparatie of andere activiteiten. Het leek smooth te gaan, dus dan praten we er niet makkelijk over. Maar dit is het bedrijf. En houdt u ook in gedachten dat 6 jaar geleden, u zult het zeker nog herinneren, dat men zegt, er gaat geen druppel olie uit de raffinaderij komen. Want we hadden opstartproblemen, toch? Maar dat ding draait nu heel erg goed. En het is allemaal vanwege de collega's die we hier hebben binnen Staatsolie die hun best doen. De winst voor belastingen is ruim $486 miljoen dit jaar, zegt Jageser. De directeur merkt verder op dat er 8 exploratieputten zijn geboord in blok 58 voor de kust. Er zijn daarbij 5 ontdekkingen gedaan. Er is in totaal meer dan $1,3 miljard geïnvesteerd in deze exploraties door buitenlandse partners.